Van harte welkom, guys, in deze Forex-cursus voor beginners. In deze cursus ga ik je uitleggen hoe je kunt beginnen met Forex-trading zonder enige ervaring. De hoofdstukken die ik in deze cursus met jullie ga behandelen zijn de introductie tot Forex-trading. Dus wat is Forex-trading? Waarom handelen mensen in Forex? Hoe werkt Forex-trading? We gaan het hebben over de potentiële verdiensten en startkapitaal, dus hoeveel geld je kunt verdienen met forex trading, de risico's en beloningen van forex trading, hoeveel geld je nodig hebt om te kunnen beginnen met forex trading en natuurlijk mogelijkheden om te handelen met beperkte middelen. Dus stel je hebt niet veel budget om te traden, wat zijn dan opties die je kunt overwegen? We gaan het hebben over belangrijke begrippen en termen. Ik ga je laten zien hoe je een Forex handelsaccount kunt openen, zodat je daadwerkelijk kunt traden. Een stukje over fundamentele analyse, technische analyse, niet te veel in de diepte. Echt puur wat fundamentele analyse is en wat technische analyse is. Ik ga je laten zien hoe je daadwerkelijk een Forex trade plaatst. We gaan het hebben over een stukje risicomanagement. Hoe je je trade uiteindelijk sluit, welke handelsstrategieën er zijn en uiteindelijk een samenvatting en conclusie over deze cursus. Ik zou zeggen, laten we van start gaan met de hoofdstukken. Welkom bij onze beginnerscursus over forex trading. In deze cursus zullen we de basisprincipes van forex trading verkennen en je de kennis geven die je nodig hebt om te beginnen met handelen. De forexmarkt is de grootste en meest liquide markt ter wereld en het is een belangrijke speler in de wereldhandel. Het doel van deze cursus is om je te helpen de basisprincipes van forex trading te begrijpen en toe te passen. Forex trading, ook wel bekend als valutahandel, is het proces van het kopen en verkopen van valuta's op de valutamarkt. De forexmarkt is de grootste en meest liquide markt ter wereld met een dagelijks handelsvolume van meer dan 5 miljard. Valutaprijzen worden beïnvloed door verschillende economische factoren, waaronder inflatie, industriële productie en geopolitieke gebeurtenissen. In de basis gaat het bij forex trading om het speculeren op de prijsveranderingen tussen verschillende valutaparen, zoals bijvoorbeeld de euro en de dollar. Er zijn verschillende redenen waarom mensen kiezen om te handelen in forex. Ten eerste biedt de forexmarkt hoge liquiditeit, wat betekent dat grote hoeveelheden geld kunnen worden verplaatst in en uit vreemde valuta met minimale prijsschommelingen. Ten tweede is de forexmarkt 24 uur per dag en 5 dagen per week geopend, waardoor handelaren de flexibiliteit hebben om te handelen wanneer het hen uitkomt. Ten slotte kan forex trading helpen bij het diversificeren van een beleggingsportefeuille, omdat de prestaties van valutaparen vaak niet gecorreleerd zijn met die van aandelen of obligaties. Forex trading gaat over het kopen van één valuta en het verkopen van een andere valuta tegelijkertijd. Deze worden verhandeld in paren, zoals bijvoorbeeld de euro tegenover de dollar. Handelaren speculeren op de toekomstige richting van valutaprijzen in de hoop winst te maken als hun voorspellingen correct zijn. Trades worden geplaatst via een forexbroker die de handelaar toegang geeft tot de forexmarkt. Het is belangrijk om te onthouden dat forex trading, net als elke vorm van beleggen, risico's met zich meebrengt en het is belangrijk om deze te begrijpen voordat je begint met handelen. In dit hoofdstuk bespreken we de volgende vragen en onderwerpen. Hoeveel geld kun je verdienen met forex trading? De risico's en beloningen van forex trading. Hoeveel geld je nodig hebt om te beginnen met forex trading. En de mogelijkheden om te handelen met beperkte middelen met zogenoemde prop trading firms. Forex trading kan potentieel winstgevend zijn, maar het is belangrijk om te begrijpen dat het ook risicovol is. Het bedrag dat je kunt verdienen met forex trading hangt af van verschillende factoren, waaronder je vaardigheid en ervaring als handelaar, de grootte van je handelsaccount, hoe goed je risico's beheert en de volatiliteit van de markt. Bijvoorbeeld, als je een groot handelsaccount hebt en je bent in staat om consistent winstgevende trades te maken, dan kun je mogelijk een aanzienlijk bedrag verdienen. Echter, als je een klein account hebt en je bent nieuw in forex trading, dan zou je winstpotentieel lager kunnen zijn. Het is ook belangrijk om te onthouden dat forex trading ook kan leiden tot verliezen. Zelfs ervaren handelaren kunnen geld verliezen, vooral tijdens periodes van hoge marktvolatiliteit.
Daarom is het belangrijk om een goed risicobeheer te hebben en alleen geld te riskeren dat je kunt veroorloven om te verliezen. Het is ook aan te raden om te beginnen met een demo-account voordat je begint met live trading. Let op, forex trading is riskant en er is geen garantie op winst. Het is belangrijk om je eigen onderzoek te doen en eventueel financieel advies in te winnen voordat je begint met forex trading. Forex trading gaat gepaard met zowel risico's als beloningen. Het is belangrijk om beide aspecten te begrijpen voordat je begint met handelen. Enkele van de belangrijkste risico's van forex trading zijn marktrisico, liquiditeitsrisico en hefboomrisico. Marktrisico verwijst naar het risico dat de marktprijzen onvoorspelbaar kunnen veranderen, wat kan leiden tot verliezen. Liquiditeitsrisico verwijst naar het risico dat je misschien niet in staat bent om je positie te sluiten wanneer je dat wilt. Hefboomrisico verwijst naar het risico dat voortvloeit uit het gebruik van geleend geld om te handelen, wat kan leiden tot grotere verliezen. Aan de andere kant, er zijn ook potentiële beloningen van forex trading. Dit omvat de mogelijkheid om winst te maken, de flexibiliteit en toegankelijkheid van de forexmarkt en de mogelijkheid om te profiteren van zowel stijgende als dalende markten. Echter, het is belangrijk om te onthouden dat de beloningen komen met risico's en het is cruciaal om een goed risicobeheer te hebben om jezelf te beschermen tegen mogelijke verliezen. Dit kan onder meer het instellen van stoplossorders, het diversificeren van je portfolio en het niet riskeren van meer geld dan je kunt veroorloven om te verliezen. Het startkapitaal dat je nodig hebt om te beginnen met forex trading kan variëren afhankelijk van verschillende factoren. Deze factoren kunnen onder meer je tradingstrategie, je risicotolerantie en je financiële doelen omvatten. Bijvoorbeeld, als je een agressieve tradingstrategie volgt, heb je mogelijk meer startkapitaal nodig om de grotere risico's te dekken. Aan de andere kant, als je een conservatieve trader bent, kun je misschien beginnen met een kleiner bedrag. Je risicotolerantie speelt ook een grote rol. Als je bereid bent om meer risico te nemen, kun je bereid zijn om te beginnen met een groter bedrag. Maar als je risicoavers bent, wil je misschien beginnen met een kleiner bedrag. Ten slotte kunnen je financiële doelen ook invloed hebben op hoeveel startkapitaal je nodig hebt. Als je bijvoorbeeld van plan bent om fulltime te handelen en je inkomen te vervangen, heb je waarschijnlijk meer startkapitaal nodig dan iemand die alleen handelt om wat extra inkomen te verdienen. Het is belangrijk om te onthouden dat ongeacht hoeveel startkapitaal je hebt, verantwoordelijk geldbeheer cruciaal is in forex trading. Dit betekent dat je niet meer geld moet riskeren dan je kunt veroorloven om te verliezen. En dat je altijd een plan moet hebben voor het beheer van je risico's. Proprietary trading firms of prop trading firms zijn bedrijven die handelaren voorzien van kapitaal om te handelen op de financiële markten. In ruil daarvoor delen de handelaren een deel van de winst die ze maken met het bedrijf. Een van de voordelen van handelen met een prop trading firm is dat je toegang krijgt tot aanzienlijk meer kapitaal dan je zelf zou kunnen inbrengen. Dit kan je potentieel hogere winsten opleveren. Bovendien draagt het bedrijf meestal een groot deel van het risico, wat betekent dat je niet al je eigen geld op het spel zet. Een voorbeeld van een prop trading firm is FTMO. FTMO biedt handelaren de mogelijkheid om te handelen met hun kapitaal en deelt de winst met de handelaren. Ze hebben ook een uitdaging die handelaren moeten voltooien om in aanmerking te komen voor hun programma. Hoe je precies een FTMO-account opzet, zal ik laten zien in een bonusvideo na deze video. Maar het is belangrijk dat voordat je überhaupt begint aan deze challenge, want het is een soort challenge die je moet halen, dat je eerst de basis onder controle hebt en je daadwerkelijk in staat bent goed te traden. Maar daar later meer over. Hoofdstuk 3. In dit hoofdstuk gaan we enkele van de belangrijkste begrippen en termen in forex trading behandelen. Dit zijn de termen die je vaak zult tegenkomen als je begint met forex trading. En het is belangrijk dat je ze begrijpt om succesvol te kunnen handelen. We zullen onder andere kijken naar valuta's en valutaparen, spread, pips, margin en leverage. Laten we beginnen. Valuta's zijn de verschillende soorten geld die in verschillende landen worden gebruikt. In forex trading handel je altijd in paren van valuta's,
omdat je altijd de ene valuta koopt door een andere te verkopen. Valutaparen zijn de combinatie van twee valuta's die worden verhandeld in Forex. Het eerste valuta in het paar wordt de basisvaluta genoemd. En het tweede valuta wordt de quote-valuta genoemd. De prijs van een valutapaar geeft aan hoeveel van de quote-valuta nodig is om één eenheid van de basisvaluta te kopen. Een voorbeeld van een valutapaar is bijvoorbeeld de euro tegen de dollar. EUR/USD. In dit geval is de euro de basisvaluta en de USD de quote-valuta. Als de prijs van EUR/USD 1,20 is, betekent dit dat je 1,20 dollar nodig hebt om 1 euro te kopen. Pips zijn een maateenheid die wordt gebruikt om de verandering in waarde tussen twee valuta's in een valutapaar te meten. Een pip is meestal gelijk aan 0,0001 voor de meeste valutaparen die worden verhandeld op de forexmarkt. Pips worden berekend door het verschil in prijs tussen het begin en het eind van een trade te nemen. Bijvoorbeeld, als je een euro-USD trade opent op 1,2000 en sluit op 1,2005, dan heb je 5 pips winst gemaakt. Pips zijn belangrijk voor forex traders omdat ze worden gebruikt om winst en verlies te berekenen. Door de waarde van een pip te kennen, kunnen traders hun potentiële winst of verlies berekenen voordat ze een trade plaatsen. De spread in forex trading is het verschil tussen de koop- en verkoopprijs van een valutapaar. Het wordt meestal gemeten in pips, wat we in deze slide zullen bespreken. De spread wordt berekend door de verkoopprijs, ook wel de bidprijs genoemd, af te trekken van de koopprijs, ook wel de askprijs genoemd. Bijvoorbeeld, als de bidprijs van euro tegen de dollar 1,2000 is en de askprijs is 1,2002, dan is de spread 2 pips. De spread is belangrijk voor forex traders omdat het de kosten van de trade vertegenwoordigt. Een lagere spread betekent het lagere kosten voor de trader, terwijl een hogere spread hogere kosten betekent. Daarom geven traders over het algemeen de voorkeur aan valutaparen met een lagere spread. Je ziet hier op de slide ook nog een ander voorbeeld, hè? Dus je ziet 1,039 en een 1,1037. Dan is het de spread natuurlijk 2 pips. Margin in forex trading is het bedrag dat je nodig hebt op je handelsaccount om een trade te openen en te onderhouden. Het is in wezen een goede trouw deposito dat nodig is om de mogelijke verliezen van een trade te dekken. Margin wordt berekend als een percentage van de volledige waarde van de positie. Bijvoorbeeld, als je een trade wilt openen ter waarde van $100.000 en de broker vereist een margin van 1%, dan moet je $1.000 op je account hebben. Margin is belangrijk voor forex traders omdat het hen in staat stelt op grotere posities te openen dan het bedrag op hun account. Dit kan leiden tot grotere winsten, maar ook tot grotere verliezen. Daarom is het belangrijk om altijd voldoende margin op je account te hebben om eventuele verliezen te dekken. Leverage in forex trading is een tool die traders in staat stelt om grotere posities te openen dan hun accountsaldo zou toestaan. Het is in wezen een lening van de broker aan de trader. Leverage wordt uitgedrukt als een ratio, zoals bijvoorbeeld 1 op 100. Dit betekent dat voor elke dollar op je account je tot $100 in de markt kunt verhandelen. Dus als je bijvoorbeeld $1000 op je account hebt, kun je met een leverage van 1 op 100 tot $100.000 in de markt verhandelen. Leverage kan zowel voordelen als risico's hebben voor forex traders. Aan de ene kant kan het de potentiële winsten vergroten. Aan de andere kant kan het ook de potentiële verliezen vergroten. Daarom is het belangrijk om voorzichtig te zijn bij het gebruik van leverage en om altijd voldoende margin op je account te hebben om eventuele verliezen te dekken. Forex traden start allemaal bij jouw handelsaccount. Je hebt, voor als je al bekend bent met de crypto traden, een partij nodig waar je jouw trades kunt plaatsen. Bij crypto is dit een crypto exchange en bij forex is dit een broker. Jouw broker geeft je de mogelijkheid om trades te maken. Het grote verschil tussen crypto en forex is dat crypto over het algemeen op een exchange getraden wordt.
Bij Forex gebruiken we een computerprogramma, een zogenoemde executor. Deze executor verbinden we met onze broker. Ik ga je nu laten zien hoe je een account kunt openen en hoe je jouw account kunt financieren. Je bent ook in staat om eerst met nepgeld, dus een demo-account, te oefenen voordat je met echt geld aan de slag gaat. We moeten hiervoor naar twee websites gaan. Eén website om een account aan te maken bij de broker en één website om onze executor te downloaden. Gebruik de links in de beschrijving van de video voor een mooie welkomstbonus die je anders niet krijgt. Als je de eerste link volgt in de beschrijving van deze video, dan kom je op deze website terecht. Je vult hier gewoon je voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mail, waarschijnlijk accounttype individueel in en vervolgens kan je hier een referred by ID invullen. Het zou prettig zijn dat je hier ons ID invult. Deze staat ook in de beschrijving van de video en als je de link gebruikt is die als het goed is direct goed ingevuld. Hou er rekening mee dat je ook bewijs moet aanleveren. Dus denk aan identificatiebewijs, dus een paspoort of een ID. En eventueel het bewijs van waar je woonachtig bent. Dus denk aan een bankafschrift of een stroomrekening of een brief van de Belastingdienst of iets in die trant. Nadat je bent ingelogd of een account hebt aangemaakt, moet je hier kiezen voor een titel. Je checkt even je gegevens. Je vult dan je geboortedatum in. In mijn geval is dat 17 juli 1993. Je selecteert waarmee je wilt identificeren. Je selecteert wat voor nationaliteit je bent. Je kijkt deze cursus in het Nederlands. Dus ik ga er even vanuit dat je dan Nederlands of Dutch bent. Dutch in dit geval. Je vult een telefoonnummer in. Een geboortestad. In mijn geval is dat Rotterdam. Of Nederlands waarschijnlijk. Ja, joh. En als je dan... Excuses hoor. Als je dan die gegevens hebt ingevuld, vul je hier een paspoortnummer in. En vervolgens klik je op doorgaan. Vervolgens vul je hier adres, staat, city en postcode in. En nu moet je wat gegevens invullen over ja, waar jouw geld vandaan komt. Dus heb je een baan? Ben je ondernemer? Student? Heb je geen baan? Wat is dan je gemiddelde inkomen? Hoeveel geld heb je gespaard? Hoeveel ben je van plan te gaan storten? Uiteindelijk waar dan het geld vandaan komt. Dus is het gewoon een lening? Is het van een vriend? Is het daadwerkelijk je inkomen? Hoeveel trades ben je van plan om te plaatsen? Nou, je volgt deze cursus. Dus ik zou hem even op 1 tot 15 trades per week zetten. En dan je trading amount per week. Het is overigens aan te bevelen dat je minimaal 1000 euro stort op je account. Dus ga ervan uit dat je ook met 1000 euro gaat traden. Je bent altijd vrij om meer te gaan traden. Maar heb je geen 1000 euro om te storten op je account om te gaan oefenen, dan zou ik aan de slag gaan met zo'n propfirm waar ik later over vertel verderop in deze cursus. Nou, je klikt op doorgaan. We gaan gebruik maken van MetaTrader 5. We kiezen voor een standaard account en we kiezen vervolgens voor euro omdat we met euro's willen traden. Je leest de voorwaarden en je klikt op doorgaan om door te gaan. Nou, vervolgens moet je hier jouw ID uploaden. In mijn geval is dat dan dus een paspoort, want ik heb paspoort geselecteerd, maar dat kan ook je rijbewijs zijn. Als het maar in elk geval is wat je zo hebt ingevuld en... bewijs van jouw adres. Dus denk aan een utility bill, een bankoverschrift of ja, dat je daar dus daadwerkelijk woont. Nadat je dit hebt gedaan, ga je dus terug naar de homepage en vervolgens ben je hier in staat om jouw live account te checken. Ze zullen ook je ID en adres gaan verifiëren, dus dit kan eventjes tijd in beslag nemen. Maar nadat dit is gebeurd, ben je in staat om daadwerkelijk funds te depositen. Hoe je dat doet is dat je hier klikt op deposit of je gaat in het menu naar deposit funds. Als je daarop hebt geklikt dan kun je vervolgens kiezen voor ideal. En hier zo selecteer je met welk account welk account straks wordt goedgekeurd. Die staat er nu nog niet tussen, maar die selecteer je dan hier. Ik laat het wel zien op een live account. Oké, zoals je hier ziet heb je als je account is goedgekeurd hier gewoon een accountnummer staan. Die selecteer je. Vervolgens vul je hier een bedrag in van minimaal 1000 euro. En je kan hier eventueel opmerkingen plaatsen, maar dat gebeurt over het algemeen niet. Vervolgens klik je op submit en nu heb je de mogelijkheid om met Ideal
een betaling te doen. Je selecteert de bank naar keus. Vervolgens klik je aan de onderkant op deposit. Er komt een pop-up en hier voltooi je vervolgens de betaling om het geld op jouw account te storten. In jouw e-mail heb je vervolgens een accountnummer en ook een wachtwoord ontvangen. Het is heel erg belangrijk dat je deze e-mail goed bewaart, want deze zal je nodig hebben om straks in te loggen op de executor. En die gaan we nu downloaden. Als we zijn aangekomen op de website van MetaTrader 5, klik je op Download MetaTrader en vervolgens installeer je het programma om hier gebruik van te kunnen maken. Volg gewoon de stappen. Oké, nu je eenmaal het programma hebt geïnstalleerd, is het de bedoeling dat je de mail opzoekt. Die heet Nieuw MT5 Live Account. En daarin staat dan een MT5 login, een MT5 paspoort en een MT5 server. Wat je vervolgens doet is dat je hier naar accounts gaat en je klikt op open account. Vervolgens zal je hier, omdat dit bij jou iets anders uit zal zien, zoeken naar Vantage. Vervolgens ben je hier in staat om Vantage International, mits dit ook jouw server is, aan te klikken. Je klikt dan op next en vervolgens kan je hier connect with an existing account doen. Hierzo kopieer je jouw login in. Wat het cijfer is, dat staat bij MT5 login in jouw e-mail. En vervolgens heb je ook een wachtwoord dat je hierin kan plakken bij paswoord. Bij MT5 server staat een server. In mijn geval is het live zonder tweede achter. En vervolgens klik je op finish om het account toe te voegen. Dit zijn voor nu even de enige stappen die we ondernemen. Want voordat we gaan traden is het natuurlijk belangrijk dat we het eerst over andere dingen gaan hebben. Wel is het belangrijk dat je nu alvast een account inregelt, aanmaakt en geld op het account stort, omdat dit over het algemeen wat tijd kan duren. Dus op het moment dat je direct wil gaan traden, wil je direct aan de slag kunnen gaan. Dus zorg ervoor dat je deze stappen alvast uit de weg hebt. Hoofdstuk 5, waar we het gaan hebben over fundamentele analyse. Dit is een cruciale methode die traders en investeerders gebruiken om de intrinsieke waarde van een valuta te bepalen. Het begrijpen van fundamentele analyse kan je helpen om beter geïnformeerde handelsbeslissingen te nemen. Fundamentele analyse is het proces van het onderzoeken van economische, sociale en politieke factoren die de waarde van een valuta kunnen beïnvloeden. Dit kan variëren van macro-economische indicatoren zoals het BBP en inflatiecijfers tot politieke stabiliteit en economisch beleid. Door deze factoren te analyseren kunnen we een beter inzicht krijgen in de mogelijke toekomstige bewegingen van een valutapaar. Het bruto binnenlands product, het BBP, is een maatstaf voor de economische activiteit binnen een land en kan een indicatie geven van de waarde van een valuta. Werkloosheidscijfers kunnen ook impact hebben op de waarde van een valuta. Hoge werkloosheid kan wijzen op een zwakkere economie, wat kan leiden tot een daling van de valutawaarde. Inflatiecijfers geven aan hoe snel de prijzen in een economie stijgen. Hoge inflatie kan leiden tot een daling van de valutawaarde, terwijl lage inflatie kan wijzen op een sterke economie. Rentevoeten worden door centrale banken gebruikt om de economie te sturen. Hogere rentevoeten kunnen de waarde van een valuta verhogen, terwijl lagere rentevoeten de waarde kunnen verlagen. Naast economische indicatoren kunnen nieuws en gebeurtenissen ook een grote invloed hebben op de forexmarkt. Politieke verkiezingen, beleidswijzigingen, natuurrampen en economische crises kunnen allemaal leiden tot grote schommelingen in de waarde van een valuta. Het is daarom belangrijk om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en gebeurtenissen. In deze sectie, hoofdstuk 6, introduceren we het concept van technische analyse. Technische analyse is een handelsdiscipline die wordt gebruikt om de waarschijnlijke toekomstige prijsrichting van een valutapaar te voorspellen door het bestuderen van eerdere marktgegevens, voornamelijk prijs en volume. Technische analyse is een methode van het voorspellen van de prijsbewegingen en toekomstige markttrends door het bestuderen van grafieken van eerdere marktacties. Het is gebaseerd op het idee dat als de handelaar de patronen kan identificeren waarin de prijs van een valutapaar zich in het verleden heeft bewogen, hij of zij redelijk nauwkeurige voorspellingen kan doen over toekomstige prijsacties.
Er zijn veel technische indicatoren en hulpmiddelen beschikbaar voor handelaren. Enkele van de meest populaire zijn Moving Averages, Relative Strength Index, dus RSI, en Moving Average Convergence Divergence, oftewel de MACD. Deze indicatoren kunnen handelaren helpen trends te identificeren, overbought of oversold condities te signaleren of mogelijke prijsomkeringen te voorspellen. Grafiekpatronen spelen een belangrijke rol in technische analyse. Ze kunnen handelaren helpen toekomstige marktbewegingen te voorspellen door specifieke patronen in prijsgrafieken te identificeren. Enkele van de meest voorkomende grafiekpatronen zijn de head and shoulders, double top en double bottom. Hier zie je ook een aantal van deze chart patterns terugkomen. Uiteraard, als je uitgebreid wilt leren hoe je fundamentele en technische analyse doet, dan kan je het best de Bitcoining Masterclass volgen. Dit is een uitgebreid leerprogramma van meer dan 40 uur, waar we extreem in de diepte gaan over verschillende tradingstrategieën, hoe je fundamentele analyse doet, hoe je een handelsplan voor jezelf opstelt, hoe je technische analyse doet, welke indicatoren je allemaal hebt, waar je op moet letten en bovendien hoe je consistent winstgevend weet te traden. Voordat we verder gaan met het volgende hoofdstuk wil ik jullie nog één website laten zien voor fundamentele analyse. En dat is deze website Forex Factory. Op deze website zie je over het algemeen nieuws impacts die impact kunnen hebben op de financiële markt. Aan de hand van de kleur van de map kan je zien of iets een grote of een lage impact heeft. Over het algemeen geeft een rood mapje aan dat dit een hoge impact kan hebben op de currency waar het over gaat. Zo zie je dat we bijvoorbeeld op 23 mei een PMI-cijfer krijgen. En door op dit mapje hier te klikken kan je zien waarom dit belangrijk is voor traders en hoe je het cijfer moet lezen. Dus actual greater than forecast is good for the currency. Dit is belangrijk om in de gaten te houden, omdat dit een hoge impact kan hebben op de prijs van een valuta. Zorg er dus voor dat je regelmatig kijkt op deze website. En mocht je hier meer informatie over willen, check dan nogmaals de Bitcoining Masterclass of join de Bitcoining VIP community. Hoofdstuk 7. Het plaatsen van een forex trade. In deze sectie gaan we dieper in op het proces van het plaatsen van een forex trade. We beginnen met het begrijpen van wat een forex trade precies is. Vervolgens bespreken we het belang van het selecteren van het juiste valutapaar en het bepalen van de juiste handelsgrootte. Tot slot leggen we uit hoe en wanneer je een order plaatst. Een forex trade is een transactie waarbij je een valuta koopt en tegelijkertijd een andere valuta verkoopt. Dit wordt gedaan via een forex broker. Het doel van forex trading is om te profiteren van de veranderingen in de waarde van de ene valuta ten opzichte van de andere. Er zijn veel valutaparen beschikbaar om te verhandelen, maar de meest verhandelde zijn de majors die de Amerikaanse dollar bevatten. Dit zijn de euro tegen de USD, de USD tegen de Japanse yen, de Britse pond tegen de dollar, de dollar tegen de Zwitserse franken, de Australische dollar tegen de dollar en de dollar tegen de Canadese dollar. Deze paren zijn populair vanwege hun hoge liquiditeit en lage spreads. Bij het kiezen van een valutapaar moet je rekening houden met de economische factoren die de waarde van de valuta's kunnen beïnvloeden, zoals rentetarieven, inflatie en politieke stabiliteit. De handelsgrootte in forex trading wordt gemeten in lots. Een standaard lot is 100.000 eenheden van de basisvaluta. Je kunt echter ook handelen in mini-lots, dus 10.000 eenheden, en micro-lots, 1.000 eenheden. Het kiezen van de juiste handelsgrootte is belangrijk voor risicomanagement. Je moet nooit meer geld riskeren dan je bereid bent te verliezen. Een goede vuistregel is om nooit meer dan 1 of 2% van je handelskapitaal te riskeren op één trade. Via de link in de beschrijving van deze video zal je overigens ook een lot size calculator vinden. Afhankelijk van op welk asset of welk trading pair je aan het traden bent,
bijvoorbeeld de euro tegen de USD, kan je hier uitrekenen hoeveel lots jij moet inzetten in jouw MetaTrader om te gaan traden. Een voorbeeld. Ik heb hier de chart open van de euro tegenover de dollar op tradingview.com. Nogmaals, als je wilt leren technisch analyseren, dan raad ik je aan de gratis technisch analyse video's te bekijken op dit kanaal of de Bitcoin Masterclass aan te kopen, zodat je daadwerkelijk weet wat je aan het doen bent. Maar laten we voor dit voorbeeld even ervan uitgaan dat we hier een positie ingaan met een risico-to-reward ratio van 1 op 3. Dat kunnen we hier zo zien in het midden. En dat we hier een trade in zouden gaan naar boven. Hoe je dit vervolgens zou invullen, is dat we hier in het grijs een entryprijs hebben. Hier in het rood een stoplossprijs. Door nu heel simpel de openprijs in te vullen van 1.08101 en onze stoplossprijs van 1.07871, zijn we in staat om onze lotsize te berekenen. We zien hier dat we met 0.047 lots een trade in kunnen gaan en vervolgens maar 1% van ons account riskeren. Uiteraard zijn we ook in staat om een risico van bijvoorbeeld 2% te hanteren. In dat geval traden we met een lotsize van 0.094. Hier zou je veel meer informatie over kunnen vinden in onze 1-op-1 coaching, de Bitcoin Masterclass of natuurlijk onze Bitcoin VIP community. Er zijn drie hoofdtypen van orders in forex trading. Marktorders, limit orders en stop orders. Een marktorder is een order om onmiddellijk te kopen of verkopen tegen de huidige marktprijs. Een limit order is een order om te kopen of verkopen tegen een specifieke prijs of beter. Een stop order is een order om te kopen of verkopen zodra de markt een specifieke prijs bereikt. Het is belangrijk om je order te controleren voordat je deze plaatst om ervoor te zorgen dat alle details correct zijn. Risicomanagement in forex trading is het proces van het identificeren, analyseren en accepteren of beperken van onzekerheden in investeringsbeslissingen. Het is een essentieel onderdeel van succesvol forex trading. Zonder een effectieve risicomanagementstrategie loop je het risico je gehele handelskapitaal te verliezen. Risicomanagement beschermt je tegen onverwachte marktbewegingen. De forexmarkt kan volatiel zijn en prijzen kunnen snel veranderen. Door je risico's te beheren kun je jezelf beschermen tegen te grote verliezen. Het helpt je ook om je mogelijke verliezen te beheersen. Door van tevoren te bepalen hoeveel je bereid bent te verliezen op een enkele trade, kun je ervoor zorgen dat je niet meer verliest dan je kunt veroorloven. Op de lange termijn kan effectief risicomanagement bijdragen aan je succes in forex trading. Door je risico's te beheren kun je je winsten maximaliseren en je verliezen minimaliseren, wat kan leiden tot een algemeen positief rendement. Een stoploss order is een order die je plaatst om een trade te sluiten als de markt een bepaald niveau bereikt dat verlies voor je zou betekenen. Het doel van een stoploss order is om je verliezen te beperken als de markt tegen je inbeweegt. Een take profit order is een order die je plaatst om een trade te sluiten als de markt een bepaald niveau bereikt dat winst voor je zou betekenen. Het doel van een take profit order is om je winst te beveiligen als de markt in je voordeel beweegt. Het is belangrijk om stoploss en take profit orders te gebruiken in je trading, omdat ze je kunnen helpen je risico's te beheren en je emoties onder controle te houden tijdens het handelen. Emotionele discipline is cruciaal in forex trading. Het is gemakkelijk om overmand te worden door emoties zoals angst en hebzucht, en deze emoties kunnen je handelsbeslissingen negatief beïnvloeden. Enkele veel voorkomende emotionele valkuilen in forex trading zijn onder andere het najagen van verliezen, overtraden en het negeren van je handelsplan uit angst of hebzucht. Om je emoties onder controle te houden tijdens het handelen is het belangrijk om een duidelijk handelsplan te hebben, je aan je risicomanagementstrategie te houden en regelmatig pauzes te nemen van het handelen om stress te verminderen. In deze sectie, hoofdstuk 9, gaan we het hebben over handelsstrategieën.
Een handelsstrategie is een systematische methode waarbij handelaren posities in de markt innemen met als doel winst te maken. Het hebben van een handelsstrategie is cruciaal omdat het je helpt om objectieve handelsbeslissingen te nemen, wat kan helpen om emotie uit het handelsproces te verwijderen. Er zijn verschillende soorten handelsstrategieën die je kunt gebruiken, afhankelijk van je specifieke doelen en omstandigheden. Daytrading is een strategie waarbij je posities binnen een enkele handelsdag koopt en verkoopt. Dit kan een goede strategie zijn als je de tijd hebt om de markten gedurende de dag te volgen. Swing trading is een strategie waarbij je probeert te profiteren van prijsschommelingen over een periode van enkele dagen. Dit kan een goede strategie zijn als je niet de tijd hebt om de markten de hele dag te volgen, maar wel regelmatig kunt handelen. Positiehandel is een strategie waarbij je posities voor de lange termijn inneemt, vaak maanden of jaren. Dit kan een goede strategie zijn als je een lange termijn visie hebt en minder geïnteresseerd bent in korte termijn prijsschommelingen. Ten slotte is scalperen een strategie waarbij je probeert te profiteren van kleine prijsschommelingen, vaak door het maken van tientallen of zelfs honderden trades per dag. Dit kan een goede strategie zijn als je de tijd en het geduld hebt om veel trades te maken en je tevreden bent met kleine, frequente winsten. Het kiezen van de juiste handelsstrategie is een zeer persoonlijke beslissing en hangt af van je specifieke doelen, je risicotolerantie en je beschikbare tijd om te handelen. Het is belangrijk om een strategie te kiezen die past bij je persoonlijke omstandigheden en om je aan die strategie te houden, ongeacht wat de markt doet. Naast het hebben van een handelsstrategie is het ook belangrijk om een handelsplan te hebben. Een handelsplan is een uitgebreid document dat je handelsstrategie, je financiële doelen, je risicomanagementstrategie en andere relevante informatie bevat. Het hebben van een handelsplan kan je helpen om gedisciplineerd en georganiseerd te blijven in je handel en het kan je helpen om je emoties onder controle te houden, wat cruciaal is voor succesvol handelen. Heb je nou hulp nodig met het opstellen van zo'n tradeplan? Check dan nogmaals de Bitcoining Masterclass. Link staat in de beschrijving van de video of ga naar bitcoiningmasterclass.nl. De conclusie en samenvatting van de cursus. In deze cursus hebben we een diepgaande blik geworpen op de wereld van forex trading. We begonnen met een introductie tot de forexmarkt waar we de basisprincipes van valutahandel hebben uitgelegd. We hebben het belang van kennis en begrip van de forexmarkt benadrukt omdat dit de basis vormt voor succesvolle handel. Vervolgens hebben we gekeken naar technische en fundamentele analyse, twee cruciale tools die handelaren gebruiken om handelsbeslissingen te nemen. We hebben de basisprincipes van elk uitgelegd en hebben benadrukt hoe ze kunnen worden gebruikt om inzicht te krijgen in markttrends en economische indicatoren. We hebben ook verschillende handelsstrategieën besproken, waaronder daytrading, swing trading, positiehandel en scalperen. We hebben het belang van het kiezen van de juiste strategie voor jouw specifieke doelen en omstandigheden benadrukt. Tot slot hebben we het belang van risicomanagement en emotionele controle in de handel besproken. Deze zijn cruciaal voor het behouden van je kapitaal en voor het maken van objectieve, rationele handelsbeslissingen. Ik hoop dat je deze cursus nuttig hebt gevonden en dat je nu een beter begrip hebt van forex trading. Onthoud dat succes in handel tijd en oefening vergt, dus blijf leren en oefenen. Heel veel succes met jouw trading journey. En vind je deze training nou wat en wil je meer van dit soort video's zien? Like dan deze video. Comment als je ergens extra uitleg over wilt hebben of als je ergens vragen hebt. En wil je nou een crypto-cursus voor beginners gratis volgen? Check dan de link in de beschrijving van deze video en schrijf je in. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie graag terug in de volgende video waar ik jullie ga vertellen over hoe je dus marktkapitaal tot je beschikking krijgt met zo'n prop firm.